De ravage is groot na de brand in Stadscafé De Vooruitgang dit weekend. De voorgevel is deels afgebrand en binnen is er veel schade. Een groep van 15 man is nog druk bezig om de schade in kaart te brengen en alle asbest in en rond het café te verwijderen. De verdiepingsvloer zelf, ja, daar gaat echt een hoop werk in zitten. We moeten namelijk alles zeg maar, in kubische zakken verpakken, dubbel verpakken. Dat wordt met een verrijker er vanaf gehesen. Dat moet in containers geplaatst worden, wordt weer afgevoerd. Ja, alles wat daar ligt gewoon boven, dat moet gewoon... Plus dat we gewoon de vloeren, want er ligt een houten vloer onder. Ja, er zitten links en rechts gaten in, dat wordt gelijk dichtgemaakt. Dus, ja. Allemaal asbest ook? Ja. De brand brak zaterdag uit. Het vuur ontstond in de keuken, maar de precieze oorzaak is nog niet bekend. De brand zorgde voor veel commotie. De markt werd tijdelijk afgezet vanwege asbestgevaar. En door de enorme rookontwikkeling sloot de winkels de deuren en werd de Heuvelgalerie en het Holland Casino ontruimd. Het café was meer dan 100 jaar een gezichtsbepalend gebouw op de markt. En Eindhoven heeft al zo weinig monumenten, zegt erfgoedorganisatie de Van Appen Stichting. Er is al zoveel afgebroken hier, dus... maar het is wel een drama, vind ik. Op de markt, het plaatje van Eindhoven eigenlijk, zou het moeten zijn, weer een pand weg. Ja. Maar het is wel zodanig markant dat we het niet zomaar zullen gaan slopen. Houd heel goed in de gaten, gemeente Eindhoven ook, wat gaan ze hiermee doen? Het makkelijkste is, zet maar overal wandjes tegenaan en klaar is Kees. En dan heb je een tent waar bier gezopen kan worden en meer ook niet. Nee, maak er weer een historisch pand van. Wij hebben nog helemaal niet meer zoveel mooie panden. En dat is toch nog een pand uit de 19e eeuw. Ik vind dat als het moet gewoon herstellen zoals het was. Afbreken niet opbouwen, ik weet ook niet. Je kunt hier geen parkeerplaats maken of een gat in de markt houden. Hè? Maar het draagt wel toe aan de algehele sfeer van de markt sowieso. Al is het alleen maar de dagjes mensen overdag terrasje pikken, zonnetje, noem het maar op. De eigenaar van de Vooruitgang heeft goede hoop dat het pand kan worden gerestaureerd. Hij wil niet reageren voor camera. Eerst wil hij de gesprekken met de verzekeraar en bouwkundige afwachten. Volgens hem zou het nog een jaar kunnen duren voor de Vooruitgang de deuren weer kan openen. Tijdens Koninginnedag is het gewoon feest op de markt.